Hallo en welkom bij een nieuwe tuinvlog. En vandaag ga ik blaadjes tussen mijn aardbeien strooien. Ga ik stro bij mijn andere aardbeien doen. Ga ik nog van alles doen. Het is te zien hoeveel tijd ik nog heb vandaag. We gaan direct eraan beginnen. Hier heb ik ongeveer 4-5 kruiwagens voor nodig gehad. Allemaal gecomposteerde blaadjes die ik in de herfst verzameld heb. En nu ga ik stro rond de aardbeidjes doen, zodat ze mooi rood groeien en zodat ze proper zijn. Zo, al een deel gedaan. Nu ga ik eventjes pauze nemen, want mijn rug is echt kapot. Ongelooflijk hoeveel zo'n klein stukje weg was. We gaan er dan nog een soort plastic op doen. Dat soort plastic. Daarvoor ga ik wachten tot mijn vader thuis is. Nu ga ik met een klein restje van dit de serre verder doen. De serre is hier het meeste gedaan, maar ik heb gemerkt niet alles even goed. Zijn er altijd dingen die gebeuren in de tuin zonder dat mijn vlogcamera erbij is. Daarom de dingen die jullie gemist hebben. Zetplant uitgeplant. Dat is een rabarberplant van mijn vader van vorig jaar, denk ik. De pompoenenplantjes die jullie hebben gezien in mijn gewone vlogs hebben we ook uitgepot. Hier. Mijn vader heeft hier plantjes gezet van mij, maar ik weet eigenlijk niet meer wat het precies is. Mijn update hier ben naar plantjes te groeien. Het kan ook onkruid zijn. Hier komen de uien op. Dit zijn zeker uien. En hier bij de aardappel zie ik niet echt meteen iets gebeuren. Deze aardappelplantjes water geven. Geen idee of dat ze het gaan halen of niet. Even mijn boontjes. Mijn kruiden. Deze tomaatjes ook een keer. Maar ik weet niet of ik het mag water geven met deze. Of nee, ik ga het met de bruis doen.
Mijn bladen hoop. Oeps. Onze kippetjes nog gaan voeren, maar misschien doen we dat best na het eten. In Hogwarts Mystery zit ik nu in mijn derde jaar en heb ik voor het eerst herbology gehad en ik ben zo jaloers. Waarom hadden wij dan nooit als keuzevak in Middelbaar? Plantjes verzorgen of dieren verzorgen. Oh, dat zou tof geweest zijn. Ik weet dat ik dat in een tuinbouw, maar ik zou geen tuinbouw kunnen volgen. Maar gewoon een keuzevak in Middelbaar. Dat is zo stressrelievend om met plantjes bezig te zijn en je gedachten te zetten en je leert zorgen voor iets. Waarom hebben wij dat niet gehad? Zet het in het keuzevakding of maak keuzevakken in België. Zonder weten wat je echt had als keuzevak in Middelbaar. Social media of herbology, dus tuinieren of dierenverzorging of programmeren of maakt niet uit. Laat het weten wat hij heel graag had in het Middelbaar. Of omgaan met geld. Zoveel mensen zouden dat kunnen gebruiken, waaronder ik. Zo, ze hebben net een klein beetje eten gehad. Sla van mijn pistolet en kruimels van mijn pistolet. En nu ga ik mijn tuinvlog afsluiten. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren. Hieronder als je geen tuinvlog wil missen. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei!